We willen een behoorlijke sprong maken in onze omzet. Op termijn willen we echt onze omzet gaan verdubbelen. Daar hoort een enorm volume uiteindelijk bij van kantenlijmen. En ik denk dat deze machine daar perfect in past. Helemaal in het begin hadden we vrij veel multiplex natuurlijk. Heel sporadisch wat spaanplaat. En dat is gegroeid en gegroeid. En langzaam maar zeker dringt dan een keer het besef door. Moeten we niet toch overstappen naar een kantenlijmer? Moeten we niet overstappen naar een opdeelzaag? En stapje voor stapje neem je dat. En uiteindelijk willen wij als productiebedrijf van Heuting, wij willen echt die stap vooruit maken naar een compleet panelenbedrijf wat meubels kan maken. En daar hoort natuurlijk vanzelfsprekend de kantenlijmer bij. Nou, bij de plaatsing was onze ervaring dat ons idee in ieder geval, dat we daar heel erg de mensen zelf bij moesten betrekken die iedere dag met het apparaat werken. Dus toen heb ik gezegd tegen onze voorman van de machinale, nou Pascal, wat denk jij nou, hè? Waar moet dat ding komen te staan? Hebben we ook nog met Groot nog een keer bij betrokken, hè? Van wat is nou jullie idee? En wat, hoe denken jullie daar nou? Daar hebben we ook weer input van gekregen. Daar hebben we uiteindelijk zelf een besluit in genomen. Het ding neergezet en ja, nog steeds naar volle tevredenheid. Voor ons is leading geweest, make it simple. Het is een machine die al moeilijk genoeg is. De machine zelf herbergt natuurlijk allerlei complexiteit en technologie. En daarnaast ja, bij kantenlijmen komt er ook luchtvochtigheid, temperatuur, komt er ook allemaal bij kijken. Er zijn natuurlijk verschillende opties waarmee we hier met deze machine kunnen gaan lijmen. En eigenlijk hebben we gekozen, omdat dit een voor ons nieuwe machine is, om de meest zorgeloze lijmmethode. En gewoon lijmen in tegenstelling tot bijvoorbeeld hete lucht of iets anders heeft ons daarin geleid. Ook het onderhoud van de machine speelde daar nog een rol. Wat dat betreft is dit voor ons ook het simpelste. Kunnen we nog in de toekomst omschakelen? Kunnen we nog terug? Dat soort overwegingen heeft er allemaal wel een rol bij gespeeld. Maar uiteindelijk hebben wij gezegd van, dit is voor onze nieuwe machine. Laten we nou zorgen dat we zo min mogelijk problemen op ons pad krijgen in de nabije toekomst. En voor de simpelste oplossing kiezen. En dat is wel deze lijmmethode. De impact van deze machine heeft verschillende aspecten. Eén is natuurlijk, het biedt er gewoon meer mogelijkheden. Waar we voorheen alles wat getekend moest worden, moesten uitbesteden, zien we nu dat we dat zelf kunnen doen. En dat is voor ons marge is dat fijn. Hè? Want anders moet ik marge weggeven aan mijn uitbesteden. Maar ook voor mijn flexibiliteit. Ik kan met hele korte doorlooptijden kan ik bepaalde producten op dit moment voorzien. Nou, waar je vandaag de dag op dit moment bijvoorbeeld ziet, is dat HPL soms hele lange doorlooptijden heeft. En dat was voor ons natuurlijk net zo met kantenlijmen. Ik heb niet alleen mijn doorlooptijd die dan langer wordt, maar ik moet ook allerlei logistiek eromheen regelen. Ik moet ook regelen dat mijn spulletjes dat die naar mijn toeleverancier gaan. Die moet het kantenbandje eraan hangen. Het komt weer terug. Ik moet de leverancier onderhouden, ik moet prijzen ervan bijhouden, orderbevestiging, een heel administratief traject komt erbij. Ja, dat sla ik nou allemaal over. Ik moet een productiebon hebben, daar staat op blaadje kantenlijmen, kantenlijmer op, klaar. Het is zoveel simpeler. Als je het zelf kunt, je moet er natuurlijk wel werk voor hebben, want het ding kost wel geld. Het is niet goedkoop, maar ik denk dat we het er wel uithalen. Nou, het doel is natuurlijk dat hij uiteindelijk 80% van de tijd up and running is, benut wordt en dat hij ja, ons voorziet in de mogelijkheden die we graag willen hebben. Zodat we, waar wij goed in zijn, onze diversiteit, onze variëteit die we hebben, de breedte van ons assortiment, dat hij ons daar goed in kan ondersteunen. En dat kan denk ik met deze machine, want hij is heel flexibel. Je kunt er heel makkelijk andere bandjes in leggen, hij heeft een magazijntje erbij. Hij heeft die omloopbaan, waar we ook heel makkelijk de paneeltjes gewoon rondom kunnen gaan afwerken. Ik denk dat je daar ons uitstekend in kan ondersteunen. Misschien mijn beste tip voor andere interieurbouwers is, want dit ding is natuurlijk in verschillende formaten verkrijgbaar. Hè? Je hebt grotere en kleinere uiteraard. Kies het formaat waarbij je past. En heel vaak is het zo met investeringen die je doet, dat je achteraf zegt, dat had ik eerder moeten doen. En dat is voor ons in dit geval echt ook zo.